Er is een nieuwe medewerker bij de ontwerpafdeling, er komt nieuwe muziek aan en er is een nieuwe samenwerking met een externe partij. Kortom, een hoop nieuws deze week. Hey, hallo allemaal. Leuk dat je weer kijkt naar mijn nieuwe video. Mijn naam is Michelle en vandaag neem ik jullie weer mee langs het laatste nieuws vanuit de wereld van de Efteling. En zoals meestal beginnen we vandaag weer op de parkeerplaats. Daar zijn ze nog steeds heel druk bezig aan de tunnel. Wat ze precies aan het doen zijn, ik zie nu weinig veranderen, maar ze zijn er nog heel druk bezig. Waar wel heel veel gebeurt, is aan de andere kant van de parkeerplaats, op het pad richting P2. Daar is dat stuk asfalt nu weggehaald. De route naar P2, de looproute, die is ook een beetje omgeleid. En er gebeurt daar vooral nu heel veel. Verder zien we bij de Huis van de Vijf Zintuigen. Daar zien we nog wat nieuwe bordjes die aangeven waar de uitgang is. Waar de mensen in de rij moeten staan voor abonnementen. En waar ze naartoe kunnen voor overige informatie. En er is nog een dingetje in het hotel. Vorige week zaterdag was natuurlijk herdenkingsdag. Dan houden we allemaal 2 minuten stilte. En Pardoes, die is ook even langs geweest om 2 minuten stilte te houden. Hij heeft zijn hoofd zo stil mogelijk gehouden. Want ja, anders heeft hij natuurlijk belletjes die gaan rinkelen. En dat is alleen maar vervelend. Maar ik denk dat het heel goed is dat ze dit doen. Hierdoor geef je toch net iets meer aandacht aan dat mensen even stil moeten zijn. En ja, dan wordt het net iets meer benadrukt. Dus supergoed dat ze dit op deze manier doen. In het park beginnen we in het Fantasierijk en als eerste ga ik naar Eftelingen. Daar hebben ze van die kaarten met bloemzaadjes erin, superleuk en die zijn nu in de aanbieding. De derde is gratis. Ook hebben ze een wand vlak bij de uitgang van de Eftelingen. Daar hingen eerst wat spullen van Ravelijn. Daar vinden we nu twinkeltoortsen. Dan gaan we door naar Aquanura. Die is nu nog wat verder leeggepompt. Er is wat zeil op de bodem gelegd en we weten de opnamedatums van Talente Zeeën in de lucht. Dit zal worden opgenomen op 27, 28 en 30 mei en op 2 juni. Ik ga mijn uiterste best doen om erbij te zijn. Alleen ik moet die week 's middags pas werken en kan alleen 's morgens naar het park vooral. Dus ik moet even kijken wat haalbaar is, maar dat ga ik waarschijnlijk pas tegen die tijd zien. We lopen door naar het Grand Hotel. Daar gebeurt weer van alles. Alleen ik zie niet zo heel goed wat. Alleen is er nu een stuk wand tussen de twee gebouwdelen eigenlijk gemaakt. Ze zijn aan elkaar gekoppeld en nu zie je heel mooi hoe hoog die doorlooptouw wordt. We gaan nog even naar Dans Macabre en daar is heel veel gebeurd deze week. Om te beginnen is de poort daar, het laatste stukje is geschilderd en er is iets gebeurd in de attractie. Namelijk de banken of een deel van de banken van het ritssysteem die zijn er binnen gebracht. Super tof. Verder nog wat kleine dingetjes. We hebben de poort richting het Marenrijk, daar was die dranger een hele tijd kapot. Die is nu weer gemaakt. En in Symbolica hebben we ook goed nieuws. Daar werken de tovertwinkels weer in het observatorium. En een hele grote verrassing, iets wat al heel lang kapot is, is weer terug. Namelijk die zwevende taart. Die lijkt weer te zweven. Heel mooi, nu volhouden.
Sprookjesbos begin ik bij Door een Roosje. Daar hebben ze langs dat nieuwe pad, daar zijn ze nu nieuwe lantaarnpalen aan het neerzetten, zo te zien. Goede vooruitgang, denk ik. Dan gaan we door naar Roodkapje. Daar was van de week een vogelhuisje kapot. Alleen die is ondertussen zo te zien weer gemaakt. Althans, ik zie geen kapot vogelhuisje meer. Ik ga verder richting de Wolf en de Zeven Geitjes. Daar was moeder Geit vorige week boodschappen gaan doen. En ze is nog steeds boodschappen aan het doen. Er zijn heel veel boodschappen die ze nodig heeft, denk ik. Wat er verder gebeurt is dat ze aan het dakje zijn ze opnieuw aan het bekleden met riet. Wordt weer super netjes. Dat mogen ze op zich ook wel bij Tobbelintje doen. Alleen dat gaat nu even niet, denk ik. We gaan nog een stukje verder naar Hans en Grietje. Daar zien we nu dat de fundering al, volgens mij ligt die er al. En er staat nu bekisting voor langs de zijkanten en om het gebouwtje heen. Dus dit gaat echt weer heel erg de goede kant op. Dan gaan we nog even langs Kleine Boodschap. Daar hangt een fonteintje. Maar daar komt al een tijdje heel weinig water uit. Dus dat is een beetje gek. En verder zijn ze door heel het Sprookjesbos vooral heel druk bezig met bankjes vervangen en wennetjes zetten. Ja, moet gewoon weer mooi gemaakt worden. Maar er zijn er nu misschien wel een beetje heel veel weg. En verder gaat de Efteling een bijzondere nieuwe samenwerking aan. Ze gaan namelijk samenwerken met HelloFresh. En er komen in juni elke week maaltijd, ja, gerechten zeg maar uit. Gebaseerd op Fata Morgana, Droomvlucht, Carnaval Festival en het Sprookjesbos. Daar krijg je een leuk presentje bij als je een Efteling recept kiest. En mensen die gaan voor een Efteling recept maken per recept dat ze kiezen kans op een wonderlijke overnachting in de wereld van de Efteling. Super tof natuurlijk. Mooie samenwerking lijkt mij. Ook op echt HelloFresh is het natuurlijk best wel, vind ik persoonlijk wel een mooi concept, mooi product, goede kwaliteit. Dus ik zou het zeker proberen. Ik denk er nog even over na. Alleen het is voor mij niet altijd even handig. Maar super tof. Blijkbaar valt het eigenlijk wel mee met de bankjes. Ze hebben er een hoop ook alweer heel snel teruggezet. Ik ben nog even gestopt bij de Marskramer. Daar hadden ze vorige week een bakje met muntjes onder de nieuwe pins neergezet. Die is helaas weer weg. En dan ga ik naar het Marenrijk. Dan beginnen we bij het Stoomcarousel. Daar hebben ze nu de sokkels neergezet waar die beelden op komen te staan. Dus ik verwacht die beelden heel snel terug. Nou nog even naar de Zoete Inval. Ja, hier zijn ze vast weer met van alles bezig. Maar ook hier zie ik eigenlijk niet zo heel veel. Wat er wel anders is, is bij de EHBO-post daar tegenover. Er stond vroeger een frisdrankautomaat in de buurt. Die is nu eventjes weggehaald. En verder had ik jullie vorige week beloofd om nog even terug te komen op de faciliteitenkaart. Hoe dat nou zit, die kun je nu aanvragen via de app. Is heel makkelijk te vinden, onder meer en dan faciliteitenkaart aanvragen. Wat er dan gebeurt is dat je eigenlijk door wordt verwezen naar een deel van Penneveer. En die gaat een hele hoop vragen aan jou stellen. Of die voor jezelf is of voor iemand anders. Of je zelf kan lopen, of je begeleiding nodig hebt, of je rolstoelafhankelijk bent, of je er eventueel uit kan, of je zelfs trappen kan lopen. Een heleboel vragen die ze allemaal moeten weten voor verschillende attracties. En op basis daarvan krijg jij een persoonlijk advies, of eigenlijk een persoonlijke faciliteitenkaart. Dus dat is heel tof. Er zijn nog een paar vragen die je dan hebt natuurlijk. Zo vragen ze zich bijvoorbeeld af of je een abonnement nodig hebt. Dat is niet het geval. Maar wel moet je een account hebben in de Efteling app. Ook krijg je geen gele of rode kleur meer op je persoonlijke faciliteitenpas. Dit is niet meer nodig omdat die echt heel persoonlijk wordt. Er wordt echt door iedere attractie gekeken of je er wel of niet in kan. Verder blijft de oude pas wel nog beschikbaar. Nu tijdelijk, die kun je nog ophalen bij de gastenservice. De ambitie is wel om deze uiteindelijk te laten verdwijnen. Alleen ze moeten eerst even kijken of dit allemaal werkt. En er gaan geheid nog problemen komen. Waardoor die oude faciliteitenkaart wel handig kan zijn.
Als laatste maakte ik me heel erg zorgen of dit niet heel fraudegevoelig zou zijn. Uiteindelijk, door alle vragen die je krijgt, zal dit iets fraudegevoeliger zijn dan het hiervoor was bij de gastenservice. Want daar heb je nog een persoon die jou checkt. Maar ze kunnen toch niet heel veel van je vragen vanwege de privacywet. Dus dat was al een beetje. Het zal iets fraudegevoeliger worden. Maar ik denk dat het mee gaat vallen. Wel geeft de Efteling aan dat er medewerkers op zullen controleren. En bij verdenking van misbruik zullen daar passende consequenties op volgen. Anton Pieckplein is eindelijk dat bankje weer gemaakt naast de Anton Pieck molen. Alleen de Anton Pieck molen die staat nu uit en er is ook weer zo'n karretje afgezet. Dat gebeurt best vaak, dus die ga ik even voor jullie in de gaten houden. Verder vertelde ik vorige week dat naast de smulpaap die trekmuur, dat daar de wisselgeldautomaat weg was gehaald en dat die nog even netjes weggewerkt moest worden. Dat is ondertussen gedaan, dat ziet er weer strak uit. En dan gaan we naar het Lavelaar. Hier is er heel veel gebeurd. We beginnen bij het Leuk en Limoenhuis. Daar zijn ze nog steeds bij het dak bezig. En ik kan maar even binnenkijken. En daar gebeurt in ieder geval ook iets. Ik zie niet heel veel, maar volgens mij zijn ze die bar aan het afbreken. Dus ik ben heel benieuwd wat hier gaat gebeuren. Dan gaan we naar Lals Brouwhuis. Daar hebben ze die vijver helemaal mooi schoongemaakt. En de kruidenspiraal, die is weer toegankelijk. Het zou alleen tof zijn als er nog kruiden in gaan komen. Maar dat gaat vast komen met de tijd. Dan hebben we net iets verderop, hebben we Lots Kraamhuis. Die is nu helemaal afgezet. Pas geleden is die ook in onderhoud geweest, dus ik weet niet wat ze daar doen. Maar ik denk dat ze daar gaan beginnen met straatwerk nu, want dat zijn ze overal aan het doen. Daarvoor in de plaats is het Laardekoekhuis hier achter me nu weer geopend. Alleen bij een van de koks, daar staat zijn hoofd niet helemaal lekker. Dus die komt nou iedere keer met zijn muts tegen de pan aan daar. In het Reizenrijk heb ik deze week niet zo heel veel te melden. Wel zijn ze verder gegaan met de opbouw van het zomerstrand. Er staan nu van die grote partytenten met van die stippen erop. Dus dit gaat langzaam aankomen. Wordt heel tof. En verder zijn ze bezig op de brug over het spoor heen, zeg maar, richting de pagode. Daar staan nu wat hekjes. Er is iets weggehaald en daar hangt een slang uit de vloer. Misschien dat hier wel iets gaat komen. Ik heb begrepen dat hier ooit een oude lantaarnpaal heeft gestaan. Dus ik weet het niet. Er is sowieso iets aan de hand met lichten. Daar ga ik straks wat meer over vertellen. Hier in het Ruigrijk is eigenlijk helemaal niks gebeurd afgelopen week.
Alleen in de wachtruimte eerste klas, achterin station De Oost, er zijn wat nieuwe stoelen en tafeltjes neergezet. Wat er wel veranderd is, is heel iets anders. De ontwerpafdeling heeft namelijk een nieuwe medewerker. Het gaat om Pepijn Grunneweg. Voor mij is hij vooral bekend van De Foute Vrienden, maar hij heeft heel veel op tv gedaan. Ik snap de link met ontwerp niet helemaal, maar goed, ik wens hem in ieder geval alvast heel veel succes. Pepijn gaat aan de slag voor één dag in de week. Concrete projecten heeft hij nu nog niet, alleen hij is nu wel bezig met wat dingetjes richting de zomer Efteling. En misschien zien we de eerste dingen al wel terug. Onderweg van het Reizenrijk naar het Ruigrijk zie ik allemaal palen staan met wat lampjes eraan. Die zijn op zich best leuk, leuke toevoeging denk ik. Ze staan alleen in betonnen blokken, die zijn wat minder leuk. Dat ziet er niet zo heel mooi uit. Ik heb begrepen dat dit een alternatief is voor lantaarnpalen die worden vervangen. Alleen ze staan ook op plekken waar ik geen lantaarnpalen zie. Dus wat daarvoor waar is, dat weet ik niet helemaal. Ik weet ook niet of dit een project is van Pepijn of van iemand anders. Laten we hem niet gelijk overal de schuld van geven. Op zich, het idee is best leuk denk ik. En het is tijdelijk, dus misschien kan het niet zo heel veel kwaad. Als we dan toch in de overige nieuwtjes zitten, dan gaan we nog even naar René Merkelbach. Want die heeft aangekondigd dat er nieuwe muziek komt. Jazeker, er komt voor de zomer 27 muzieken aan nieuwe muziek. Het is nog even afwachten, maar er komt dus typisch Eftelingse, typisch zomerse Efteling muziek, typisch Eftelingse zomermuziek. Er komt van de zomer in ieder geval nieuwe muziek van René Merkelbach. Ik ben heel benieuwd. Om te beginnen dat de brug aan de achterkant van Dans Macabre behoorlijk vorm begint te krijgen. Er is nu een heel stuk brug eigenlijk nog overheen gebouwd, om een hoek zeg maar. Begint er netjes uit te zien. Bij Dans Macabre zelf zien we dat de deuren een donkere kleurtje hebben gekregen. En dat hoofd dat boven de deuren hangt, daar zijn ze ook mee bezig geweest. Dus ik denk dat die inderdaad wat meer weg gaat vallen in de gevel. Super tof. Als laatste hebben we nog de dernière van de Spookslot docu. Die was afgelopen vrijdag in de leest. Laten we even kijken hoe het daar was. Hey, hallo allemaal. Ik ben hier vanuit Waalwijk vanaf Theater De Leest om te gaan kijken bij de documentaire van het Spookslot. De allerlaatste keer. Helaas mag ik het voorprogramma en de film niet filmen, maar wel kan ik laten zien wat er van tevoren al gebeurt en van het entertainment achteraf. Dus dat ga ik zeker doen. Ik ben net aangekomen en het begint al goed, want buiten staat de violist op ons te wachten die er ook was bij de première. Super tof! Terug uit het theater en ik heb echt weer een toffe avond gehad. Zoals ik net al zei, mocht ik de Q&A en de film niet filmen. Maar er zijn wel wat leuke dingen gedaan. We hadden die Q&A, zijn toffe vragen gesteld door heel veel kijkers. Echt hele mooie vragen. Het werd allemaal gepresenteerd door Luc de Portier. Dat was ook heel leuk gedaan in een speciaal uniform voor deze avond. Dat was ook heel tof.
De docu zelf, ik had hem de tweede keer niet gezien, wel de eerste keer. En ten opzichte van toen zijn er inderdaad best wel veel dingen veranderd, vooral in de eerste helft. Dus het was zeker de moeite om nog een keer te gaan kijken. En na de voorstelling waren de Efteling-muzikanten er nog, die er ook nog wel een feestje van wisten te maken. Dus dat was ook heel leuk. Verder heb ik heel veel leuke mensen weer gezien, gezellig gekletst. Was gewoon weer een leuke avond. Gaan we nu weer terug naar de Efteling. Ook heeft Lego van de week een set bekendgemaakt van een kat. En als je hem een beetje aanpast, dan kun je daar heel tof het zwarte katje van Dans Macabre van maken. Hij heeft zelfs al twee verschillende kleuren ogen, dus dat is heel tof. Verder is er ook nog iemand geweest die heeft de bladmuziek van het lied van Otto en Virginie op Twitter gezet. Dus voor de muzici onder ons is natuurlijk ook dit heel interessant. Ik ben inmiddels in het Anderrijk. Ook hier zien we niet heel veel. Alleen hebben we van de week gezien dat er wat rotsen onthuld zijn bij de Piranha, waarin we gezichten zien. En we hebben de curryworstkraam op het Anderbergplein, Max en Moritzplein, hoe je het ook wil noemen. Daar hangen nu bordjes met bestellen en afhalen. Ik zie het nut er niet helemaal van in daar. Maar goed, leuk dat er bordjes hangen en dat er een verdeling is. Het zal vast nodig zijn, of we verwachten dat het nodig is voor de zomer. In ieder geval, het zal iets toevoegen. Overig dingetje. Afgelopen week is de Efteling weer gekomen met een enquête van de Raad der Wijzen. Hierin werd gevraagd of wij behoefte hadden aan ergens een extra servicepunt in het park, waar deze dan zou moeten gevestigd worden en wat we daar graag zouden zien. Ik heb hier een podcast over gemaakt. Wil je nou alles weten wat er in die enquête te zien was? Luister daar dan vooral even naar. Ik zal hieronder weer even linken. En verder viel mij één ding op. Namelijk werd als een van de mogelijke locaties voor een punt werd genoemd de speeltuin naast het Panorama restaurant. Niet helemaal up-to-date volgens mij, maar goed. Toch wel weer een toffe enquête en misschien goed dat ze kijken of er mogelijkheden zijn voor een servicepunt in het park. Dan gaan we nog even naar het onderhoud. Deze week is de Baron in onderhoud van maandag tot en met vrijdag. En de stoomtrein is, zoals ik al een beetje had voorspeld, toch in onderhoud op maandag en vrijdag. Komende week is de pagode in onderhoud vanaf woensdag tot en met 31 mei. En de stoomtrein die staat de komende week nog niet op, maar ik verwacht dat die donderdag in onderhoud zal zijn. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze video. Ik wil jullie heel graag bedanken voor het kijken. Vond je dit nou een leuke video? Druk dan even op dat duimpje omhoog. Vergeet niet hieronder te abonneren en druk even op dat belletje. En vergeet ook niet nog wat challenges in te sturen voor mijn serie waarin de kijkers mij uitdagen. Als ik jouw challenge aanga en ik haal hem niet, dan win je een leuk prijsje. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei.